Aloha, we zijn vandaag zaterdag 2 mei en vandaag ga ik jullie tonen welk materiaal ik gebruik om deze video's te maken. Let's get going! Oh, ik heb net een pizza prosciutto gegeten en ik zit nog een beetje dik. Oh, dat is super lekker. Maar goed, elk product die in deze video aan bod komt, staat in de beschrijving hieronder met een link. Dus moest je geïnteresseerd zijn in een van de producten, kun je altijd op de link hieronder in de beschrijving klikken. En daarmee steunt je ook dit kanaal. Het eerste wat ik jullie wil tonen is met welk materiaal ik mijn video opneem. Dus de camera en de lens. We gaan beginnen bij de camera. Welke camera gebruik ik? Ik gebruik momenteel de Canon EOS R. Ik heb de Canon EOS R nu iets langer dan een jaar. Echt, ik zou hem niet meer willen ruilen voor een andere camera. Het is eigenlijk de eerste full-frame camera die ik ooit gebruikt heb of die ik ooit gehad heb. En ik ben echt onder de indruk. Het was een serieuze upgrade in vergelijking met mijn vorige camera. Dat was de Canon EOS 80D. Die gebruik ik nu soms nog als ik een tweede camerahoek of zo nodig heb. Maar overal, de Canon EOS R is waarop ik nu aan het filmen ben. Een super tevreden van de kwaliteit van zowel foto als video en de draagbaarheid van deze camera samen is het echt een super coole camera. Nu, bij deze fantastische camera hoort er ook een lens. Ik gebruik voornamelijk de Canon RF 24 tot 104 mm omdat de lens zo'n groot zoombereik heeft van 24 mm tot 105 mm. Kun je zijn diafragma niet meer opentrekken dan een 4.0, waardoor het enige nadeel van deze lens soms kan zijn dat je scherptediepte niet zo heel groot kan doorgetrokken worden. Dus het is een lens die oké tot goed presteert in zo goed als elke omstandigheden, maar die eigenlijk niet gespecialiseerd is in één taak. Waarom heb ik voor de 24 tot 105 mm lens gekozen en niet voor twee aparte lenzen, een aparte groothoeklens en een aparte telelens, is omdat de kostprijs natuurlijk een stuk lager ligt als je één zoomlens koopt. Ik ben natuurlijk wel aan het kijken om te investeren in nog andere lenzen, maar voorlopig kan ik me hiermee redden. En dit is een all-round lens en met deze lens kun je eigenlijk heel ver komen. En de kwaliteit van je beeld is ook heel hoog. De kwaliteit van het glas die in de lens zit is super hoog. Dus ik ben meer dan tevreden met deze lens. Nu we door het videoaspect zijn, gaan we overgaan naar de audio. En de microfoon die ik gebruik voor het opnemen van deze video's is deze microfoon hier, de Rode NT1A. Prijskwaliteit is dat een heel goede microfoon. Die komt ook met een garantie van, ik dacht, 10 jaar. Wat dat super lang is. Dus dat zijn dus investeringen die je één keer maakt en waar je super lang vruchten van plukt. De audio-kwaliteit, daar kun je natuurlijk zelf ook over oordelen. Ik ben zelf super tevreden van deze microfoon. Ik heb deze microfoon ondertussen 3 of 4 jaar en die klinkt nog altijd even helder, even zuiver, even duidelijk als toen ik hem net aangekocht heb. Deze microfoon hangt bevestigd in een microfoonarm van Logilink. En de microfoon zelf is aangesloten met een XLR-aansluiting op de audiomixer, de Mackie X8. Het is niet zo'n heel speciaal audiomixer, hij kan niet zo heel veel dingen. Maar voor wat ik deze audiomixer gebruik, doet hij meer dan voldoende. Want hij heeft tot 2 XLR-aansluitingen. En ik heb nog nooit een situatie gehad waarin ik meer als 2 microfoons tegelijkertijd moet aansluiten. Dus op dit moment, in deze tijd, is hij meer als voldoende voor mij. Dan is het nu tijd om het over de belichting te hebben. Over belichting gesproken, mijn haarlicht was uitgevallen, vandaar dat nu opeens de belichting er een beetje anders uitziet. Mijn hoofdlicht die ik gebruik, is het licht dat langs deze kant op mijn gezicht valt, is de Godox SL60W. De kwaliteit van licht die je krijgt voor de relatief lage kostprijs is supergoed. Dus prijskwaliteit zit je hier echt met een schitterende lamp. En die geeft ook vrij veel licht met zijn 60 watt voor deze prijskategorie. Op de Godox SL60W heb ik natuurlijk een softbox gemonteerd. En het is een softbox met een diameter van 90 cm van het merk Neuer. Waardoor we dit zachte licht krijgen wat een meer typische filmlook geeft. En wat dan natuurlijk mooier op het gezicht valt. Het lijkt ook een stuk natuurlijker, want onze ogen zijn gewoon van naar zonlicht te kijken. En zonlicht is natuurlijk een grote, zachte lichtbron. Dan hebben we het over mijn haarlicht die er net uitgevallen was. Nu, het is niet de schuld van de lamp. Het was eigenlijk omdat ik de batterij was vergeten wisselen voor het beginnen filmen van deze video. Dus mijn excuses daarvoor. Maar welk haarlicht gebruik ik? Het haarlicht, je ziet hier zo'n klein beetje schijn komen, hier zo. En die gaat eigenlijk voor een mooie aftekening zorgen hier op mijn haar. Vandaar noemt het natuurlijk haarlicht. En die zorgt eigenlijk ook dat de achtergrond hier een beetje ingevuld wordt nog. Het haarlicht dat ik gebruik is een draagbaar licht van Letgo. Namelijk de LG E116C.
die ik gemonteerd heb aan het plafond, aan mijn TL-lampen eigenlijk, met een GoPro-klem. En dan last but not least, jullie vroegen jullie misschien al af hoe ik aan deze rode schijn hier kom. Dat komt eigenlijk door mijn derde licht. En dat is de Bowling P1 RGB. Dat is een supercool lichtje, dus een draagbaar lichtje die je kunt opladen met een USB-C-kabel. En je kunt die lamp eigenlijk in elke kleur instellen. Elke kleur die je maar wilt. En je kunt ook de kleurtemperatuur aanpassen in de kleurtemperatuur van je andere lampen. Dus dat is de setup die ik gebruik om deze video's op te nemen hier in de studio. Als jullie geïnteresseerd zijn in een van de producten die jullie in deze video aan bod hebben zien komen, dan kun je altijd op de link hieronder klikken. Alles staat gelinkt in de beschrijving. Alright. That's it voor vandaag. Ik hoop dat jullie van de video genoten hebben. Like als je iets bijgeleerd hebt. Abonneer op dit kanaal. En as always, ciao ciao. Bye bye.